Tim Siekman uit Emmen, jouw debuut bij Lommel in de Proximus League. Wat vond je ervan? Ja, het was een lastige wedstrijd. Ik denk dat wij het zelf niet goed genoeg hebben gedaan om het Beerschot lastig te maken. Dan krijg je een 2-0 uitslag. Ik had het gevoel dat als jullie meer in jullie kansen geloofd hadden, wat je al aangaf, dat er misschien meer in zat. Ja, ik denk dat wij verdedigend best wel aardig stonden en dat Beerschot daar heel moeilijk mee had. Dat zij eigenlijk ook de eerste helft niet heel veel kansen kregen. Alleen ja, als wij dan de bal onderscheppen, dan was vaak de bal daarna, zeg maar, die was direct weer verkeerd. Waardoor zij heel snel weer in balbezit kwamen. Ja, en ik denk dat wij in die counter daar veel meer kunnen doen. Hoe belangrijk was het uitvallen van Sedejoni? Dat is een jongen die loopt 15 kilometer per wedstrijd, trekt heel veel jongens op zich. Daarna werd het moeilijk om balvast te blijven voorin. Ja, ik denk dat wel een cruciale was. Toen hij uitviel, hielden we ook minder de bal vast. Het is moeilijk. Een nieuwe spits natuurlijk die daar ook staat. Maar goed, ik denk dat wij niet balvast genoeg waren. En als je iemand hebt die heel veel loopt en de bal vasthoudt, ja, dan kun je ook eronder komen en dan kun je als team opschuiven. En dan heb je achterin ook iets meer rust. Ja, nu was het constant eigenlijk dat de bal weer terugkwam. Dat is wel zonde. Om af te ronden, hoe komt iemand van Emmen plots in Lommel terecht in de 1B-divisie bij ons? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog af. Ik was wel op zoek naar wat anders. Ik heb eigenlijk mijn hele carrière bij Emmen gespeeld. Ik wilde wel een keer een andere competitie. Toen kwam Lommel. Die kwam met een goed verhaal. Een club met ambitie. Ik denk van dat is een mooie een stap misschien om heen te gaan. En kijken hoe het een keer in het buitenland is. Kijk eens aan. Succes ermee en bedankt, Tim. Dankjewel. Coach, difficult game as expected. Maybe there was a turning point in this game. It was this almost goal by Thordarson, but a great keeper in front of him. Yes, we could have had something if we scored from this chance. But all in all, it was. I felt a little bit the story of the season for us. We were. I think we had the okay control in the first half, especially, and until the goal. Defensively, they were not creating open chances. They had a lot of set pieces, yes, but open chances they were not creating. But we couldn't keep the ball. We had problems when we won the ball to do something, and so we were defending a lot. And the goal, it's. We have a throw-in in our half, and a few seconds later it's a goal. It's a little bit the story of the season, bad decisions. Then we create a good chance could have equalized, but didn't. Fantastic save. And then we push up and we get the second goal. It was not our evening tonight. Does the injury of Sergioni in the first half disturb your plans? Of course, Sergioni has been very important for us. He works a lot. He has a good runs in behind, and has been an important player for us. So it was not ruining, but it was affecting our game. Yes. Next week you will be in OHL. Another difficult game for your team. Yeah, every game is difficult. It will be a very difficult game in Leuven. They've been playing good, so we need to start preparing for another difficult game. Thank you, coach.